Nou, God weet alles over ons, maar de buren nog veel meer. En dat bleken onze buren niet leuk te vinden. Reacties krijgt Sophie Kralen genoeg. Reacties op haar teksten die ze voor het raam hangt. Ja, waar ze vandaan halen, weet ik niet, maar elke keer als je hier komt, dan hang ik een andere tekst en het antwoord pakken. De Brabantse Loesje begon met publiceren, zoals zo vaak, door een toeval. Nou, ik denk dat ik het al wel een jaar of 10 doe. Ze kreeg een pakkende tekst van haar zoon. Die stuurde mij per e-mail een tekst en die was: vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot. En dat vond ik toen zo'n leuke tekst, dat ik dacht, zijn er meer van dat soort teksten? En ja, er waren er meer. En desnoods maak je ze zelf. Het was de start van een niet aflatende stroom spreuken en teksten op het raam. Teksten over van alles, inclusief liefde. Het is niet te meten. Ik wil een tekst hebben als mensen hier langslopen. Ik neem ook een groot lettertype dat het ze raakt op een of andere manier. Hè. Niet dat ze zeggen, oh, dat is wel leuk. Nee, ik wil dat ze erover na gaan denken. En dan ga je toch nadenken over de zin van wat daar op het bordje staat. En dan door de dag dan blijf je dan denken van, wat bedoelen ze nou mee? Of je vraagt het wel eens. Ja, altijd wel interessant. Jawel, ik denk wel dat ik het begrijp, ja. Dan horen we dat ze erover praten, komen ze die kant langs en dan zitten wij daar. En dan zien ze ons en dan zeggen ze, goeie tekst hoor. De Brabantse Loesje is van alle markten thuis. Zo heeft ze voor minister-president Mark Rutte ook nog een goed advies. En dan, het leven is als een munt. Je kunt hem uitgeven waar je maar wilt. Maar het kan maar één keer. En met zo'n spreuk wordt bezuinigen een makkie.